Okey-dokey. Daily challenge tijd. Laten we eens kijken waar we zijn. Het is trouwens weer een gecureerde challenge, zag ik wel. Was het een... Ik gok dat dat een plaats is ergens. Wordt links gereden, is dit... Is een rode ster. Oh, kijk, Nieuw-Zeeland. Ha. Nieuw-Zeeland. Ik zou wel graag willen weten, 100% zeker, dat dit... Dat deze plaats inderdaad Masterton heet. Het is... Dat is echt heel duidelijk de naam. Hij wil echt gewoon niet vooruit, jongens. Allemaal van die blurs, omdat omdat mensen weet het, gewoon niet hun huis op de dingen willen hebben. Dat lijkt me eerder te zijn. Zo doen. Kijken of ergens iets van borden of dergelijks aantreffen. Voorlopig nog niet. Ja, dus het is dat wij Rarapa moeten bezoeken. Ik heb zo'n gevoel. Dat het ligt. Daar is Masterton. Daar is Masterton. Ha! Zo, ben ik toch blij dat ik toch gewoon voor Masterton gegaan ben in plaats van blijven zoeken naar Rarapa. Dit kan verschillende dingen zijn. Plaatsing van de stopborden zou kunnen suggereren dat het ook weer linksrijdend is. Dat is Engelstalig. Zou dit wel eens Australië kunnen zijn? Vraagteken. First inland town. Wortham. 120. Wat welk heeft de gele schildjes? Dit heeft de gele schildjes. 20. Gele schildjes, blauwe schildjes zijn het natuurlijk. My god, York. Het liefst zou ik nou wel een bevestiging kunnen krijgen dat... kijk, Noordham. Oké, top.
Dan moeten we eens zoeken of we eventueel een straatnaam kunnen krijgen voor deze. Het lijkt er niet op, hè? Oh, jawel. Street Deer. Ja, dat dus. Wat is die andere naam? Lincoln Street. Die hebben we hier. Street Deer. Dus wat zou dat daar ergens zijn? Toch? Als we deze kant uitgingen, dan kwamen we uit op die. Misschien zelfs ietsje verder naar achter. Want dit is dan die Deer Street. Herbert. Nee, dit is die Steer Street. Dan hier. Zou zelfs nog iets verder naar achter kunnen zijn, maar dat zullen we zien. Nee, 5000. Nice. Next one. Oh, wat een bericht. Nee, dat wordt niet links gegeven. Dit is. Ja. Maar dan zou dat links gegeven moeten worden. Maar er wordt niet links gereden. Wat is het? Wat? Oké, dit wat? Oh, ik dacht dat dit doodliep, maar dat zal dan wel niet doodlopen. Is dit. Nee, dit is Taiwan. Denk ik. Want dat zijn die groene borden, dat is Taiwan. Dan gok ik. God, wat ligt er dan daar? Dat dit wellicht Taipei is. Maar. Dat wil ik wel even bevestigd krijgen. Ik heb echt oprecht geen idee of dit Park Avenue 1. Ik zou zeggen, gebaseerd op hoe alles eruit ziet, dat dit de belangrijkste stad van het land is. En volgens mij is dat Taipei. En ja. Yeah. Eén en drie zijn inderdaad daar te vinden. Oké. Dat is één. Dat is drie. We willen Park Avenue vinden. Normaal kan er een redelijk eindje van afleggen natuurlijk. En laten we het in ieder geval hier wegzetten. Ik kan er een redelijk eentje van af liggen. Rijden. Oh, wauw. Ik had het helemaal mis. Het was. Wat is het? Het is East District. Oké. Okay. Dit. Ik denk niet dat we. Is het India? Oh mijn god. Ik denk dat ik allereerst even iets van. Ah, kijk, een beetje meer
sneller vooruit in plaats van dat ik ergens blijf hangen. India of Bangladesh? Gezien dit zou ik zeggen India. Alleen ik weet niet of dit zomaar. Oké, daar heb ik iets. Wat? Look now. Jezus, het is zo slecht leesbaar. Wat ook alleen maar het idee bevestigt dat dit inderdaad India is. Is dit dan wel New Delhi? Ik wil er toch wel een beetje bevestiging van hebben voordat ik. Lucknow, kijk eens hier. Dat is gewoon een plaats. Oké, dan wist ik niet. Ik denk van, ik ga gewoon inzoomen op India. En dan hopen dat het dat misschien Lucknow het zien. Oké, wat was de straat? Dat hadden we net bij die andere. Die andere had net een straat. Dat bridal bureau. Kanpur Road. Het is zoeken naar een Indiase naald in een Indiase hooiberg, maar who knows? Ik ben er blij mee. En de last one is. Gele nummerborden. Ze aan de linkerzijde van de weg. Dat hebben we inmiddels ook gezien. Oep, zo. Dan zal ik even een dikke stuiptrekking op mijn hand. Blijft trouwens allemaal mooi in dezelfde buurt, is het niet? Zien we daar een bord hangen in de verte? Nee, maar laten we het opslaan en dan kunnen we altijd nog beslissen om een andere kant op te gaan. Eens kijken. Dit lijkt me wel een soort van voorstad van een grotere stad te zijn. De vraag is welke grote stad? Ja. Ik had toch inmiddels wel gehoopt dat ik in ieder geval iets zou zien van. Wordt, want normaal zijn ze daar in Japan vrij scheutig mee, maar. Normaal heb je gezegd, overal hangen die borden. Eens kijken, want dat helpt wellicht iets. Nee, dat helpt echt helemaal niks. Ik heb oprecht geen idee waar dit zou zijn. Ik denk niet dat dit Hokkaido is. Ik denk
Ik heb gewoon helemaal niks. Geen nummers, geen. Oh. Oh, kom op. 18 seconden, 17. Niet in de void. Op het moment dat ik serieus. 36. Tuurlijk was het wel Hokkaido. Die ene keer dat ik zeg van, oh, het was niet Hokkaido. Heb ik het gehad? Ja, net. Woe. Omdat de rest zo. Oh, boy. Oh, boy. Dat was niet goed. Die laatste. Oh, wel. Nou. Het is wat het is. Ik kan er niet veel aan veranderen. Er hoeft ook niet veel aan te veranderen. Maar goed. Dit was hem voor vandaag. Morgen is er weer een dag. En een daily challenge. En dan zeg ik. Tot morgen.